Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het 22 mei en ik ben me aan het klaarmaken om naar Zevenaar te gaan. Vandaag is de officiële release van het nieuwe kledingmerk Knowledge by Roots, afgekort KBR, door Lucas Edouarin. Vandaag wordt het, dus het release event gehouden in Zevenaar. Bij het Museater, is een theater. Ongeveer, 300 mensen komen erop af. Dus het wordt een mooie drukke dag met allemaal sprekers, ondernemers, spoken word, storytelling, ruimte om te netwerken uiteraard. En ja, ik neem jullie vandaag mee. Ik ga daar vloggen. Lucas is een goede vriend van mij. En ik heb het proces een beetje vanaf het begin meegemaakt. Dus ik vind het echt super gaaf dat hij zijn visie eigenlijk realiteit maakt. En dat vandaag gewoon de dag is dat zijn kledingmerk gaat beginnen eigenlijk. Dus ik ga nu die kant op. Ik rij eerst naar de Molukse wijk in Zevenaar. En dat is ook dichtbij het theater. Dus ga ik helpen met voorbereiden en ik neem jullie gewoon mee en laat jullie zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Blijf vooral kijken. Kijk vooral even de short movie die ik er ook in ga zetten in deze vlog. Het merk is echt, het gaat echt nice worden. Dus hou het in de gaten. Even kijken. Nou, ik ben aangekomen in de Molukse wijk. Ja, de PC Hoofdstraat om precies te zijn. Ik zie er niet uit, want ik heb de hele dag niet geslapen. Spanningen, dus vandaar dat ik mijn bril op heb. Ja, are you ready? Er is geen weg meer terug, hè? Moeten. Kun je wat vertellen over je merk? Het is vandaag de brandlancering, editie 1621. Dat vertelt het verhaal van de WIC en de VOC, is eigenlijk het verhaal wat de wereld heeft gemaakt. Zo presenteer ik het ook. Er komen sprekers straks, zoals een historicus, een zichtbaarheidscoach, mijn sponsor, spoken word komt er. Even kijken wat nog meer. Storytelling. Ja, en nog twee vrienden van mij. En het Scheepsvaartmuseum komt. Ja. En zij gaan vertellen waarom zij dit merk aan het museum hebben gebonden. En speciaal specifiek deze editie 1621. Ja, want jouw trui die is een collector's item geworden in het Scheepsvaartmuseum. Klopt. Ja. Ja, dus, begin dit jaar. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel... En vandaag gaan we echt officieel lanceren. Hè? Ja, man. Dus mensen kunnen ook pre-orderen. Sorry voor de mensen die er niet zijn. Maar de mensen die wel een kaartje hebben gekocht, die hebben ook natuurlijk de toegang om als eerste... de hoodie te bestellen. Ja. Want het is een collectors items, dus ze worden dan ook speciaal op maat gemaakt voor degene die een maat doorgeven. En, precies. Weet je wel. Ja, spannend hè. En we gaan nu wat spullen naar de stichting. Wil ik zeggen, ja, maar... we moeten een cake gemaakt. Gaan we naar de stichting? Of nee, we gaan rechtstreeks naar de Museater. Oké. Okay. Cake en... En er komen nog andere hapjes bij. Allemaal lekkere cakejes. Ja. Oké. Okay, heb jij er zin in? Tuurlijk heb ik er zin in. Duh. Goed zo. Sowieso. Ja, want je wordt ook natuurlijk gezien. Het is een hele happening. Ja, ik ga proberen mensen ook te interviewen, et cetera. Ja. Dus het wordt een interessante dag vandaag. Ja, let's get it. Let's get it. Oké. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once I'm afraid, I can go where life leads me, somehow I know I'll be strong. For once I can touch you. Pizza! Ja, wat deed je? Not like it's hurt me before.
there's something I know won't deserve me. I'm not alone anymore. Ah, die moet even, ja. Crazy, het gaat gewoon echt gebeuren, jongens. Ah, ja. Het is echt... We gaan een feestje van maken. Het gaat gewoon echt gebeuren. Laten we even kijken waar mijn bril is. Oh, daar, ik zie ze al. Oh, ik ben zo gespannen. Kijk, iedereen die komt, die schrijft gewoon geschiedenis op deze dag. Samen met mij. Yes. Dat is het mooie eraan. Laat even je t-shirt zien. Kijk, hier is het nu in de doel. Wacht, doe maar. Is dat geld vandaag? Stil. History made me do it and knowledge by Tungu. Oh, sorry. Knowledge by roots. Knowledge by roots. Yes, turn. En dan 6021. Yes. Ja. Dit is de feeling. Clothing brand developed to share your story. My story begins years ago with a degree in fashion. The idea to start a brand with a deeper meaning has been on my mind for years. Brand that encourages you to know where you came from and where you stand now. I always dreamed about creating a brand that would make a difference, a brand that invites everyone to connect and build a community, a brand that inspires you to tell your story. On my journey, I gained knowledge by connecting with people who shared their wisdom with me. Hearing their stories made me who I am today. This brand is different than other brands. It is a brand for you to be yourself. So my question for you is, what is your story? And would you share with others on a global scale?
finally. Spannend. Na weken, na maanden van voorbereiding, is het nu eindelijk zover, hè? Eindelijk. De D-Day, gefeliciteerd. De lancering van het merk. De lancering van het merk met een visie, met een verhaal, met een missie. Die hebben jullie. En jullie hebben samen het filmpje geproduceerd. Ja. Jullie zijn langs verschillende locaties geweest. Klopt. Dat zijn locaties die voor jou belangrijk waren. Klopt. Een van die locaties, dat is de eerste, jullie herkennen hem, tenminste 50% uit Zevenaar herkent hem, dat is de wijk in Zevenaar. Ja. Dan kan ik natuurlijk wel raden waarom je die hebt gebruikt als eerste shot in je filmpje, maar ja, vertel eens, wat is je boodschap daarmee? Ja, eigenlijk wat ik hier wil vertellen is sowieso de wijk op de kaart te zetten, Zevenaar, waar ik ben geboren en getogen. Maar ook inspiratie zijn voor jongeren die nog in de wijk wonen. En, ja, toch meegeven van als je een droom hebt, ga erachteraan, werk ervoor, want het is nooit te laat. Ja, want daarmee wil je zeggen eigenlijk, voor mij, ik had nooit verwacht dat ik dit zou kunnen. Nee, en nee. Ik heb hard gewerkt. Dat hier zou staan. Ja, precies. Dus dat is je boodschap die je wil meegeven. Hé, en dan zag ik ook nog het slavernijmonument in Rotterdam. Ja. Hè, wat heeft dat te maken met Zonne Spargoes? Ja, dat is eigenlijk te maken met de eerste editie. 1629, dat vertelt eigenlijk het verhaal van de VOC en de WIC die in 1629 is opgericht. Dus de slavernij in de Gouden Eeuw, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Waarvoor ik daarvoor gekozen is, omdat sinds de laatste 2-3 jaar is het toch wel een topic dat mensen hebben over Zwarte Piet. En Black Lives Matter is. Ik heb meegewerkt aan het boek van Marjolein, dus daar heb ik gaan spreken. 1629 vertelt eigenlijk het verhaal van de wereld. Het is eigenlijk de wereld gewoon zoals het nu eruit ziet. En vandaar dat ik ook bepaalde locaties laat zien in het filmpje. Dus dat het een editie is wat gedragen kan worden door iedereen. Ja. Dus niet alleen de mensen die te maken hebben gehad met slavernij en de Gouden Eeuw, maar ook gewoon de... Het inclusief. Het inclusief en de diversiteit wat het erin moet brengen. Ja, mooi. Dus dat zodat iedereen het kan dragen, een stukje awareness. Ja, heel goed. Ja. Ik wil nog heel even terug naar het filmpje. Laatste beeld, Boitkade, Tahuri, Lubia, vertel. Klopt. Dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik daar stond, op de Boitkade. En ik blaas eigenlijk op de schelp, dat is eigenlijk symbolisch. Omdat in 1959 zijn onze eerste generaties hier aangekomen in Rotterdam, op de Boitkade. En waarom ik op de schelp blaas, is eigenlijk... Vanwege, als een boot aankomt, dan stroomt hij 3 keer. Vandaar dat hij 3 keer blaast. Een beetje metaforische gedachte. Maar ook op de Molukken, als iemand op een blaas, ook op een schel blaast in een dorp, betekent dat verzameling. De marine, dus de boodschap, heeft iets te vertellen. En wat ik eigenlijk wil vertellen is dat vandaag precies de dag is dat deze brand is gelanceerd. Dat die met z'n allen zitten vandaag. Ja, mooi. Dat is eigenlijk de boodschap. Over alles is nagedacht, hè? Kennis, ervaring, je roots leg je in je merk. En je zegt ook, knowledge by roots is meer dan een merk. Ja. Meer dan een brand eigenlijk, hè? Ja. Waar gaat het om, die 3 dingen? Kennis over awareness, kennis over gedacht en community building. Community building ook. Ja, community building en bouwen van een netwerk. Is dat ook daarom waarom jij op deze manier, dit event hebt... kennis te delen, zeker. Inspiratie te geven, om te verbinden met elkaar. Ja. Dus laten we dat vooral doen in de pauze straks en erna. Hey, ik wil jullie bedanken voor de uitleg van deze visie. Ga lekker, die kunnen jullie niet weg. Kom zo, ga zitten. Applaus. Gebouwen van de Tweede Kamer. Nog steeds wordt Koen, die verantwoordelijk was voor de genocide op de Bandanezen, vereerd als grondlegger van een koloniaal rijk. Voor de komst van de Europeanen vormde Banda het centrum van een goed functionerend handelsnetwerk in nootmuskaat en voeding. Daaraan kwam abrupt een einde toen Nederlandse schepen in 1599 de kleine archipel bereikten. De Nederlanders dwongen de Bandanezen de handel met andere volken te staken en uitsluitend aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, te leveren. Natuurlijk verzetten de eilandbewoners zich tegen deze absurde eis, waarop het VOC-bestuur besloot om hen met geweld van hun land te verdrijven en er een plantagekolonie te stichten. Koens brute optreden uit 1621 was het sluitstuk van een reeks geweldsdaden waarbij de Bandanese bevolking werd verjaagd
vermoord en tot slaaf gemaakt. Ik kan me voorstellen dat je dat heeft verbaasd, zeg maar. Zijn er nog andere dingen die jij hebt ontdekt die jou hebben verbaasd dan ook nog? Of? Ja, ik verbaasd, ja, ik ben er wel lang al een beetje ergens, zeg maar, dat de Nederlandse geschiedschrijving verleugend is. Ik vind het echt verleugend. Het is niet alleen verdraaid. En het is niet altijd, het is ook bewust. Het wordt echt bewust gedaan. En dus ik wist dat wel, maar je weet nooit waar die leugen dan precies in zitten. En dat vond ik heel, je kon met de beste bedoelingen, ging ik dit boek schrijven met de bronnen die ik op dat moment had. En dan toch, als ik er niet was tegengekomen, dan was ik er ook in getuind. En dan had ik ook zo dat oude verhaal gereproduceerd. Ja. Ja. Wat zijn we blij met jou dan? Hè? Dat je inderdaad zo toch nog op andere bronnen bent gekomen en die ook hebt gebruikt. Zeg, ik kan me ook voorstellen dat, hè, want je zat tegen je deadline aan, dat je dan zou zeggen van ja, ik heb eigenlijk alles al klaar. Ja. Het is gewoon zo. Maar ik denk, ja, wat ik misschien mee kan geven, is dat wat ik heel sterk voelde, is dat de waarheid, dit gaat over waarheid en leugen. En waarheid, ja, die kan wel 400 jaar bijna weg zijn en verdoezeld worden en dat bijna niemand daar nu nog echt aandacht aan schenkt. Maar de waarheid gaat nooit helemaal weg. En de waarheid komt een keer boven tafel. En dat zie ik, ja, dat zie ik ook terug in wat Lucas probeert te doen, ja, met zijn kledingmerk, dat ik denk, zo kan het ook, zo moet het ook zijn waarschijnlijk. Ik heb heel vaak het gevoel gehad, en misschien dat Lucas dat ook zelf heeft, dat het echt geen toeval is geweest hoe wij, hoe alles zo bij elkaar kwam. Ja, ja. Zo moet het zijn. Ja. Mooi. Sample eigenlijk van 1621 hebben wij in een collectie opgenomen. Want dat doe ik ook. Ik verzamel voor het museum. Dus ik mag daar fijne dingen kopen. Maar ik vond dit een heel mooi voorbeeld van die, ja, misschien hoe dat verleden doorwerkt. En ik dacht, dat is heel tof dat het museum dat gaat bewaren. Dus thuis nu ingeschreven, heeft een inventarisnummer, wordt gefotografeerd, is straks te vinden op onze collectiewebsite. En wordt dus bewaard alsof het een 17e eeuwse schilderij is, bij wijze van spreken. Oh, ik ga. En dus inderdaad, je zegt net als een 17e eeuw schilderij, dus je hebt ook mansgoedjes aan. Zeker. Als je het kledingstuk vastpakt. Ja. Dat is heel lollig, zeg maar. Eerst ligt het in het invoerdepot en dan ligt het daar en heeft het nog geen status. En daarna moet je inderdaad met handschoenen, moet geregistreerd worden waar het is, op welke plank het ligt, dat soort dingen. Dat is wel geinig, ja, om mee te maken. Ja, dus gewoon even, hè. De eerste, jullie applaudisseren, maar gewoon nog heel even. Eerste sample gewoon, hè. Eerste sample van... We'll be right back.
ben hier met de enige echte Twice van Van de Vijver. Yes. Yes, leuk dat je er bent, was. Nou, dank dat ik er mag zijn. Ik ben super geïnspireerd door het verhaal gewoon. Het hele concept van het merk. Het hele concept, maar vooral dat stukje van je verhaal doorvertellen voor de volgende generaties. Ja. En dat maakt ons ook sterker, denk ik. Ja. Super geïnspireerd en ik zou het bijna zelf ook willen doen, gewoon zo vet vind ik. Nee. Maar eerst een shirt aanschaffen. Precies, of een hoodie. Of een hoodie, yes. Ja, en we gaan nu eerst een foto maken. Ja. Yes, let's go. Ik ga sowieso dingen doen. Oké. Okay. Ja, dat merk ik. Auras! Tongo! Hé, hey, doe even... Wat moet ik doen? Ademen. We hadden elkaar voor die tijd nog niet ontmoet. Nee toch? Maar jullie hadden mij toen 2 flessen gestuurd. Ja. Dus verbinding maken met jezelf, met wie je bent, van binnen en dat naar buiten brengen. Ja, we zijn nu bijvoorbeeld bezig dan met Adidas. Om een kledinglijn op de markt te brengen die volledig circulair is. En is dat een algemene levensstijl? Vroeger was het wel. Het is een traditie die ongeveer 1500 jaar oud is. Wij maken de echo's zichtbaar door te delen. Je knowledge by roots, ja, gewoon te uiten, zeg maar. Ja, ja. Te zetten. So happy! Ja, ja. Ja. Daar heb ik keihard voor gewerkt. Ik kan niet van vinden. Ik weet niet. Iedereen die 3D's heeft, denk aan die 4D. Als je iets wil, dromen, denken, doen. Maar doorzetten is het belangrijkste. Zeker. Nou ja zeg, dit wordt even geknipt hè. Je ziet het wat er gebeurt. Hé hey, man, dit is real man. Ik heb net ook geld, dus dat mag. Ja. Dat mag. Ja, mag. Iedereen even bedanken. Sowieso iedereen die checkt naar deze vlog. Ik hoop dat jullie allemaal geïnspireerd zijn. Niet alleen door mij, maar ook door Keel. Morgen reis eens terug naar Morgen weer Denemarken. Terug naar Denemarken. Dus, ja. Ze is echt een strijder. Ze komt echt speciaal voor dit. Is hier gekomen. Follow, like en abonneer. Subscribe. En yes. Follow the movement, man. We gaan mooie dingen doen. Ja. Ja. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie hebben genoten. En dan zien we jullie in de volgende video. Doeg! Doei!